waarom heb je nu zo'n retarded helm op? Lang verhaal, ik had een helm op. Zeg okay. Maar mijn... Ik probeer nog steeds van mijn helmvloek af te komen. Ah, ja. Dus ja. Bij deze, hallo mensen van onze kanalen. Hallo! Hey! Dit is onzichtbare Nick. Hallo! Hier hebben wij nog een onzichtbare Spook. Daar staat onzichtbare Jeffrey. En het is zoals je ziet... Een bende hier. Een beetje een bende. Dus, een beetje? Ik vond deze auto wel leuk, maar ik denk dat het niet goed gaat. Gijs, wat vind je ervan als ik deze hoed neem? Ik zie het niet. Oh, waar? Ja, ga je gang. Oh, wat? Oh, yeah! Yeah, ik ben Jess Hunt. Yo, ik grab die shit. Yo, chico. Oh, ja. Cowboy Jess Hunt. What the? Fuck yeah. En wie woont er in de prairie? Het is Cowboy Jess Hunt. Cowboy Jess Hunt. Met zijn terroristenvriendjes altijd om zich. Oh, hey. Oh, holy shit, jongens. Ben ik even blij dat ik in Passion Mode zit. Hij is mee. I want my car, I want my car. Ik ga wel met mijn been. Oh, wauw. Ben ik even blij dat ik in Passion Mode zat. Holy shit. Oh, wauw, we zien iedereen zo agressief, Gijs. Gijs, please. Oh, alles... Help, alles explodeert. Jongens, als jullie willen, ik heb een auto en ik zit redelijk rustig. Waar zit je, Gijs? Waar zit je? Ik ben dood gegaan, dus ik zit verderop. Oké. Ja, Jeffrey, wat is het? Ken je deze auto nog? Nee, want ik zie hem in de Spooky Scary week. De onzichtbare editie. Oké, wacht. Ik zet het even uit. Wat is hiermee? Ken je deze auto nog? Dit was de auto die ik altijd. Dit was altijd de auto die ik vatte in GTA 4. Ja, nee, sorry. Nee, zo'n goed geheugen heb ik ook weer niet. Dit is die Blitza compact. Iedereen mist hier een stuk hype. Ja, denk het ook al. Dat is een beetje jammer. Ik ga denk ik toch wel in de veilige SUV van Gijs. En die van mij is ook fijn. Ik heb ook best. Ja, maar de Blitza compact klinkt een beetje onveilig. Het is gewoon een compacte auto, nee. Oké, jongens, hebben jullie iets zin om even een waypoint te gaan zetten? Oeh, Gijs. Sure. Naar welk gebouw? Ja, naar welk gebouw we gaan, Gijs? Naar de Gunstore. De Gunstore! Ik probeer deze auto een keer... Oh my god. Ik probeer hem een keer zo heel mogelijk te houden. Niet dat hij goed gaat, maar... Gijs, waar zit de Gunstore? Oh, ik zit eens een keer... Oh, fuck. Nee, ik heb hem al. Nee, de inventory. Als het waar is, even mijn... Mijn glasses uitzetten. Oeh, jongens. Oeh, allemaal mooie kleurtjes. Oh my god, je moet eens in first person mode gaan. Oh, echt? Want daar zit ik al niet in. Ik had ook een masker. Everything is onzichtbaar. Zou ik weer een masker? Waar ga ik voor? Omdat ik zit niet in passive mode, jongens. Oh, wat? Niet? Nee, dus als wij... Oh, Nick, what the fuck heb jij voor masker op? Vind je het niet mooi? Nee! Nou! Nick! Waarom hou je niet van me? Omdat je bij de honden in me... Oh, Rickert. What the fuck ben je allemaal aan het doen? Ja, dit is een regenboog masker. Nick, meestal is het de bedoeling dat je een masker op... Sorry meneer, ik ben naar Nick aan het kijken. Even kijken hoor. Ik zit ook maar... Oh, je kijkt boos man, doe eens niet zo boos kijken, Nick. Ik? Waarom kijk ik boos? Ik ben niet boos! Tegen wie zijn we net aangebotst? Tegen iedereen, ongeveer, Gijs. Oh. Ik denk dat ik het gewoon zo hou. Oh, hartstikke. Ja. We houden... Hartstikke prima, Nick. Prima! dit is enger dan de maskers hiervoor. Nou, hey. Kun je ook neerslaan, hè? Kijk, dit is... We zijn lijkt het net of wij iets cools doen, Nick. Kom dan, alle mensen rijden door ons heen. Kom dan. Gijs, zie je mij? Kijk eens naar achter. Nick! Oh! Oké, laat maar. Nick, waarom heb jij make-up op? Hè? Waarom heb jij make-up op? Hoe bedoel je? Hey, Nick, de waypoint hier naartoe gezet. Oh! Eén iemand die niet goed kan mikken, blijkbaar. Daar heeft Nick dat. Nee! Oh, en dan geef je mij de schuld. Ik heb hem goed gezet. Wow. Jeff had hem op de gunstore gezet. Jeffy, dit is niet de gunstore die we zoeken. What the fuck? Oh, moet ik opschuiven? Jeez. Welke gunstore bedoelden jullie dan? Nou, degene waar wij de launch glitch gaan doen. Auw. Het is hier best gezellig. Je spoilert het wel een beetje. Oeh, zag je die gast? Die was fucking... Holy shit, dat was fabulous! Nee, Gijs! Nee! Nou! Nee! Ik dacht namelijk dat we hier met z'n allen op één lijn zaten.
Blijkbaar niet. Maar wat gaan we doen, Gijs? We gaan to the moon! To the moon! 2.0! Zie die niks? Zie je dat? Oh, oh Gijs! 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 Holy shit! Hey. We gaan dus naar de legerbasis? Spoiler? Nee, we gaan niet naar de legerbasis. Waarom niet? We gaan naar de gunstore. Oh, vertel me meer. Daarna pop ik mijn lange tankenkanon in jou. Mijn lange, lange tank. Ja, wat? Mijn lange tankkanon. Vertel me meer over. Ik heb allemaal coole wapens hier. Waar ben jij opgeschoven? Ja, ik weet het ook niet. Die gast je ging daar opeens zitten. Hij lijkt fucking oranje. Er is iets mis met mijn mede-zitpersoon. Nick. Kijk dan, hij lijkt fucking oranje. Er zit niemand bij mij in de auto. Oh, serieus die? Gijs, ik zie geesten. Ja, maar kijk, hij ziet er oranje uit. What the fuck? Wow. Ik moet misschien meer op de weg letten in plaats van achterop. Denk het ook. Gijs, ga eens op de weg letten. Hé, hey, waar gaan we naartoe? Ik zit in Gijs. Je crew en in je auto. Gijs, dit ziet er fucking awesome uit. DJ alleen, Buzz. Alleen, de auto is een beetje kapot. Wanneer je deze aflevering kijkt, dan weet je waar we naartoe gaan. En dat is naar de gunstore. Woehoe! Ja, dat hebben we net eigenlijk allebei al een paar keer gezegd. Oh, je bek. Nick, kijk eens niet zo boos. Ik kijk op de boos als ik wil. Oh, wacht. Ik kan het veranderen trouwens. Nick, kijk inderdaad verrekt is boos. En stop met knipogen naar me als je gaat richten. Oké, kijk. Is dit beter, Gijs? Nu kijk je... Oh, nu kijk je echt zo'n sensueel van de heer. Is het beter? Nick, je kijkt nu... Nu kijk je echt lomp. Misschien zo? ja, zo houden, Nick. En wat dacht je bij dit? Nou, Nick... Ja. Dan lijkt je net een psychopaat die uit een inrichting is. Of dit? Paaltjes. Oh. Wat vind je van dit? Nick, ik ga eens kijken. We gaan off-road. Nee, we gaan helemaal niet off-road. Gijs. Oh, dit is niet de bedoeling. Nick, je staat er beeldig bij. Ah, yeah. Oké, dan hou ik hem zo. Ik geloof je op je woord, Gijs. Ja. Moet je wel leren rijden, maar goed. Maakt niet uit. Dat kan Gijs al. Oh ja, je hebt je rijbewijs natuurlijk. Ja, of course. Ja, Nick, ik ben gewoon een gecertificeerde bestuurder. Oh, een ervaren bestuurder of een minder ervaren bestuurder? Of een vrouw? Gaan we er goed? Ja, we gaan nog steeds goed. Gaan we er goed? Ja, we gaan er goed. Dat is niet aardig om te zeggen, dat is feministisch. Sorry. Nou ben je discriminatief aan het doen. Oh, wauw. Je minder waardeert de vrouw nou, Nick. Helemaal niet. Maar vrouw is een mooie ding. Oh, wow. Jeffrey, wie zei dat ik heb gezegd dat vrouwen slecht kunnen rijden? Jij zei dat net. Nee. Ik zei alleen, rij je als een vrouw. Ja, ja. Dan ben je toch aan het discrimineren. Nee, misschien bedoelt hij wel dat vrouwen heel mooi kunnen rijden. Ja. Dan is het alles goed. Dan is het alsnog discriminatie, maar dan is het goed. Daar ben jij ook schuldig aan, dus iedereen heeft hier... We gaan hartstikke fout. Ja, maar maakt niet uit. Oh! We cruisen wel lekker door. Gijs gaat gewoon even lekker lopen steken in een fucking trein. Oh ja, Gijs gaat wel erg verkeerd. Maar maakt niet uit. Mijn lampen nog Gijs. Aan. Ja. Ja, lampen kunnen aan. Ja. Ja. Rijden naar de wapenshop. Ja. Gijs neemt gewoon even de makkelijke weg. Zie je mij niet goed rijden? De makkelijke weg, ja. XXX, Rickert. In onze familieautootje. Hoppa. Oh ja, Gijs gaat weer voor de trein. We zijn natuurlijk een trein vergeten. Dat zijn rioleringspuizen, Gijs. Gijs. Nee, Gijs, kijk uit. Dat zijn exploderende barrels. Zal ik het doen? Oh, fuck. Gijs. Volgens mij exploderen. Ik kan er niet bij. Ik kan net niet. Oh, fuck. Wat had dat nou niet gedaan, Nick? Wat doe ik? Oh god. Oh. Nou, Gijs! Wat? Nu missen we het vuurwerk. Heb je die niet gezien? Jammer, dan moeten jij we Rickert... Jij vuurwerk, Nick. Ben ik het vuurwerk? Ik lever via vuurwerk, kijk. Weet je nog laatst toen jij vuurwerk was, Nick? Nee. Dat gaan we niet nog een keer doen. Niet bij een zekere bank. Ik weet van niks. Oh, Gijs! Calculated. Gijs. Nee, dat gaat niet ontploffen. Dat was kunst. Oh, kunst.
Oh. Ja. Ja, 2 miljoen. Gijs, 2 miljoen biedt. Wat is er nou net ontploft? Van alles. Ik denk Rickert. Rickert! Nee, van mij. Rickert. Oh. Rickert gooit bommen, waarom? Nee, ik gooi bommen. Waarom gooi jij bommen? Dan krijgen we straks sterren. Dan zijn we niet meer blij. Oh, hier, wat zie je, Jeffrey? Wat zie je aan de hand? Dat betekent dat ik goed bezig ben. Oh my god, jongens. Jeffrey. Wat Gijs, is er met onze auto aan de hand? Het is een veilige familieauto. Oh, we zaten op stenen. Gijs, het is een veilige familieauto. Er kan niks aan de hand zijn met Nick, met de veilige ik mis een deur. Gijs. Dat is nieuwigheid, Gijs. Dat is nieuwigheid. Dit is niet een... Oh, mijn motorstap heeft dat is in de mode. Jongens, en ik wou deze auto nog zo heel mogelijk houden. Nou ja. Ik ook nog best heel. We missen een band aan de achterkant, ook. Wie heeft dan die band lek geschoten? Ik heb geen idee, maar ik zie net dat wij over de weg aan het vonken zijn. Oh, holy shit. En we missen een voorbeeld. Ik kreeg een keer dat ik elke keer tegen Gijs aan reed. Ik kreeg gewoon hartstikke goed, hoor. Gijs, jij kan heel goed rijden. Ik zie het allemaal aan je snor. Vergeet je snor. Vergeet Tony Macaroni's snor niet. Oh ja, we missen inderdaad een band. Nee joh, waar heb je het over? Maar ik krijg wel weer 200 RP voor het Cruising with Players. Dus onze voorkant ziet er wel het mooiste uit, vind ik. Oh. Ja. Het lijkt bijna op de kunstwerk van Jeffrey vorige paar sessies. Ja, hè? Ja, dit ziet er... Oh, wat? Iemand springt net uit de auto. Oké, what the fuck? Iedereen zit nog in de auto. Nee, bij de andere wagen. Dat maakt niet uit. Oh, en alles ontploft erna. Heel normaal, jongens. Hier zit het in GTA. Misschien een paar auto's vast midden op de snelweg. Godverdomme, Jeffrey Lester bellen, minimaal nu. Ja. Anders kan ik dit niet handelen en dan gaat al mijn trillende billetjes helemaal uit elkaar. Oei, dat wil je niet hebben. Maar ik was al bezig met Lester bellen. Oh, jongens, kijk hoe romantisch. Oh, kijk, de boom. Wat wou je zeggen, Nick? Niet kijken. Gewoon ogen dicht. Oké, gaat hij dan? Hoi! Mijn ogen open. Gijs, je mag je ogen open doen. Maar mag ik even naar de... Nick. Gijs, mag ik even naar de supermarkt? Nick. Gijs. Waarom kan je niet vertellen dat we ondersteboven zitten? Ik heb mijn ogen open gedaan. Gijs, please. Oh! Nee. Nick. Gijs, dat was niet aardig. Holy shit! What the fuck? Wie kan er nou niet aan? Oké. Ik parkeer hem wel even... Oké, lekker naar de supermarkt. Ik parkeer hem even netjes voor de winkel. Oké. Gijs, je raakt de andere auto. Dat is niet heel netjes, hè? Nee, niet sticky bombs gegooid. Ik wil gewoon een biertje kopen. Oh ja, gezellig. Nee, ik druk per ongeluk op L1. Oh! Wie? Fucking Jeffrey! Helemaal niet, ik heb niet eens mijn wapens. Jeffrey, ik steek jou, hè? Jeffrey, ik steek jou, hè? Hè? Kom dan, hè? Nick. Motherfuckers! Nick, ik was het niet eens. Wie was het dan? Nick, nu pak ik geld. Eerlijk, Jeffrey, je had wel eens laatste sticky bom. Ja, maar ik heb niks gegooid en ik heb hem letterlijk weggedaan. Maar ik heb nu wel weer een reward gekregen. Nee, want dat was nog ver buiten de winkel, Gijs. Oké, ik geef me over. Politie, pak mij. Zijn er weer zoveel agenten? Volgens mij is de game echt helemaal glitched. Nee, joh. Nee, dat kan niet. De game kan nooit glitch zijn. Het is immers GTA. Ja. Gijs, ik heb een... Oh, is dit een vierpersoons? Nee. Verkeer. Holy shit. Ik heb mijn auto, hoor. Oh, heb je een auto? Oh, je hebt... Oh, ja. De veilige familieauto. Ik ga... Nee. Tanken gaat fout. Fuck. Hey, waar moeten we nu veilig in rijden? Ik heb alleen nog steeds geen biertje kunnen halen. Nou, dat kan dus niet meer, want hij is dood. De beste meneer is dood. Wie heeft dat gedaan? Ik weet van niks. Nick? Kut Nick. En ik ontken alles. Kut Nick. Jongens, ik heb weer een veilige familieauto. Oeh, veilig. Veiligheid boven alles, Gijs. Boven alles. Waar is de familieauto, Gijs? Iets hier bij mij. Kijk, ik ren er naartoe, Gijs. Nee, ik sta geparkeerd naast ik zie hem al. Ja, dat is wel... Terwijl ik aan het groove ben op de beat. Oh shit, Gijs. Ik word overreden door een politie. Zo'n sensueel muziek. En ik hoor dat politiemannen je beste vriend zijn. Nou, ik word vermoord. Nee! Politie, doe er iets aan! Oh my god. Politie doet paprika soup wanted level. Denk ik wel. Kijk wel. Ik denk dat iedereen hier... Waar ben je, Nick? Ik kom eraan, Gijs! Waar ben je dan nu? Ik werd net vermoord. Godverdomme, wat had er dan gezegd? Oh, nee, het is een raket!
Nick, stap in. Oké, okay, Chris, stap. Paprika soep. Waarom doet hij zo moeilijk? Ja. Moet per se hier zitten, jongens. Hallo. La 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 la. Stummes. Hey, Nick zit helemaal te groove op de beat. Ik hoor geen muziek. ik zie alleen dat wij een beetje... Ik zie Nick zijn hoofd helemaal de hele tijd. Hoezo? Oh, wacht. Ik kan wel dansen hier. We gaan minimaal over de brug, jongens. Het is een veilige auto. Het is een SUV. Oh. Even een paar keer steken, kijk. Een familieauto, jongens, Ciro. Rickert, die heeft het gewoon genild. Of die cheat. Gijs, je hebt zo net iemand overreden in een veilige auto. Ja, maar die lul die liep voor de auto. Kon Gijs niks aan doen.